De stichting Matuku heeft vanmorgen haar schooljaar afgesloten met een tentoonstelling in de Nola Hatterman Art Academy. Stichting Matuku is een centrum waar kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en of een verstandelijke beperking worden begeleid. Volgens de waarnemend coördinator van de Nola Hatterman Art Academy, Sunil Bouillon, wordt deze groep vaak vergeten. Niet alleen in Suriname, maar ook in de regio. Daarom is de organisatie een samenwerking aangegaan met de stichting Matuku, zegt hij. Maar er schuilt juist een heel bijzonder talent achter hun. En dat maakt het daarom juist ook heel bijzonder dat wij als een stichting Nola Hatterman deze samenwerking zijn aangegaan. Om hun talenten ook aan het grote publiek te kunnen tonen. Wij hebben geprobeerd vanuit Stichting Nola Hatterman, Art Academie, de locatie. Jullie staan nu eigenlijk in een leslokaal. Maar we hebben gezegd van voor deze speciale dag, ook richting einde van het schooljaar 2016-2017, hebben wij deze ruimte ter beschikking gesteld om eigenlijk de werkstukken van jullie als studenten die meedoen in die samenwerkingsproject, om dit tentoon te stellen. En ook zeker niet vergeten, als waarnemend coördinator van de Stichting Matuku, dat u dan ook getuige mag zijn van de gemaakte werkstukken. Voor Stichting Matuku is dit een bijzondere dag, zegt waarnemend directeur Marijke Sushin. Dit is de tweede groep kunstenaars die het eerste leerjaar afrondt. Volgens haar was het een hele uitdaging, want het centrum is op Lelydorp en het vervoer voor de pupillen moest geregeld worden, zegt Sushin. U hoort ook de directeur van cultuur, Elvira Sandy, die aangeeft dat dit een bijzonder moment is. Want we hebben, wat meneer Sunil net zei, een gap gehad toen onze eerste groep is afgestudeerd na 3 jaren. En toen was er een gap en toen we weer de samenwerking oppakten en meneer Sunil zei ja, toen was het ook weer een uitdaging om te kijken. Wie weet, we zitten op Lelydorp en de afstand naar de stad, het vervoer, dat moesten wij ook regelen. En dat is tot nu toe gelukt door sponsoring van Shell Sing Lelydorp, die dus dit eerste leerjaar heeft gesponsord middels benzine, zodat de kinderen elke donderdag kunnen komen op Nola. Want weet je, als iets stopt, moet je gewoon weer beginnen. En niet zitten wachten totdat men naar je toe komt, maar zelf erop uittrekken. En dat hebt u echt gedaan, hebt u getoond, waardoor we weer na een poosje van onderbreking, weer zijn begonnen hiermee. Het is belangrijk. Dit is belangrijk voor de vorming, in de vorming van onze kinderen. En als directoraat cultuur kunnen we niet anders dan alle lof geven aan de Nola Hatterman Art Academy. Elvira Sandy, directeur cultuur, en daarvoor Marijke Sushin, waarnemend directeur van Stichting Matuku. Zij spraken vanmorgen tijdens de afsluiting van het schooljaar 2016-2017 van de Stichting Matuku, die gehouden is in de Nola Hatterman Art Academy.